Je kijkt naar het weerjournaal van Weerplaza. Nederland heeft weinig last van bewolking en dat betekent dat we de dag zonnig starten. Misschien wat sluierwolken over het noordwesten van het land. Maar verder is er eigenlijk niets aan de hand. In de ochtend temperaturen van 15 tot 17 graden zwakke wind uit een oostelijke richting. Vanmiddag wordt het in het noordwesten van het land zo'n 22 tot 23 graden, in het zuidoosten en zuiden zo'n 25. Er is kans om een klein windje van zee langs de kust. Verder blijft de wind hoofdzakelijk oostelijk en blijft het ook zonnig. Datzelfde geldt voor de avond met temperaturen die langzaam dalen tot richting de 20 graden. Uiteindelijk in de nacht koelt het af naar 13 graden. Dan wordt morgen een heel warme dag. Met 24 tot plaatselijk 30 graden in het zuidoosten van het land. De dag start droog met geregeld zon. In de middag stapelwolken en kans op een regen- of onweersbui. En zo'n bui zou best wel eens even fel uit kunnen pakken. Maar in de avond zijn die buien alweer verdwenen. Vrijdag dan een enkele bui, vooral in het binnenland. 18 of 19 graden, een duidelijke terugval in temperatuur. Maar die temperatuur herstelt zich in de loop van het weekeinde. Want zondag is de kans op 25 graden alweer veel groter met volop zon. Ik ben Marco Verhoef. Vanweerplaza.nl